Sterrenbeeld Waterman. Waterman, van harte welkom op het kanaal van Miraije Online. Miraije hier. Leuk dat je komt kijken naar jouw algemene maandlegging voor de maand maart 2021. Ik heb er heel veel zin in. Jij ook, neem ik aan. En uh, we gaan lekker kijken. Allereerst... Iedereen natuurlijk weer heel erg bedankt voor die leuke, openhartige, warme reacties. Dat doet mij goed. Ik lees ook allemaal met een uh, glimlach. Helemaal top. Ook die duimen iedere keer omhoog. Heel erg leuk. Dank jullie wel. En blijf het ook zeker delen. Want delen is vermenigvuldigen. En je weet maar nooit uh, bij wie die video dan terechtkomt en wat iemand anders daar. Uh... Aan kan hebben en ook alle nieuwe abonnees van harte welkom. Leuk ook dat jij erbij bent. Ben je nog een abonnee of ben je nieuw hier? Hieronder ergens zit zo'n rode knop waar je op kan klikken om jezelf te abonneren. En abonnees hebben ook altijd een voordeel, want wij geven, ja, ik geef met dit kanaal gewoon regelmatig hele leuke prijzen weg. En uh, ja, deze maand geef ik met de algemene readingen vanuit www.puremedium een gratis belconsult cadeau. Dus ja, wil je daar kans op maken, dan op die abonneerknop als je dat nog niet gedaan hebt. En laat in een reactie weten, uh, ja, dat jij dat wat consult wil winnen of waarom en wie weet ben jij deze maand wel de winnaar. We gaan kijken lieve Waterman wat ik voor jou door mag krijgen. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, okay, we beginnen ridder van bekers. gekruist met bijkomen van een bepaalde situatie, paasje van zwaarden, bekers 9. Munten 10 in je hoofd. Oké. Okay. Dat speelt dus een belangrijke rol. Dan hebben we de koningin van zwaarden, allemaal lucht, 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 lucht. De duivel, bekers vijf, paasje van munten, Jeetje mina waterman. Wat ben jij allemaal aan het doen? Oké, okay, we gaan aan Madame Lenneman vragen of zij zich er ook even tegenaan wil bemoeien. En wat zij eventueel ter aanvulling uh, heeft en verdieping en verduidelijking. We gaan eens eventjes koeken loeren. Oké, okay, vanuit Madame Lenneman. Kom maar door. Daar gaan we. Ik heb voor jou het huis. Ik heb voor jou de zon. Ik heb de slang. De ster. De vissen. Oké. Okay. Als ik die een beetje zo doe, dan heeft alles gewoon ruimte. Nou, gaat mijn kaarsje ook nog even uit. Oké. Okay. De boom. Anker en dan hebben wij het geluk. Dat is het einddoel. Nou, dat is al beter. Waar gaan we naartoe? Ik ga even mijn kaarsje aansteken. Dat kan ik nooit zo goed tegen als dat ineens uit is. Nu even voorzichtig zonder koffie om te gooien. En er staat geen koffie, dus dat scheelt. Oké, okay, nou. Zo, die doet het weer. Nou, Waterman. Dit is waar je in verkeert. of binnenkort in zal gaan verkeren. Dit is eigenlijk waardoor het gekomen is dat je daar naartoe gaat. Ja, je hebt met misleiding, zelfmisleiding te maken gehad. Uh, hè, de slang. Een dame kan het voor staan. Uh, een vurige dame. Paasje van de plannen willen maken. Onafhankelijk willen zijn. Uh, ja, maar deze combinatie heeft ook met een beetje list en bedrog te maken. Alsof iemand toch een beetje niet helemaal eerlijk is geweest. Uh, dus dat je voelt je misschien bedonderd, dat kan ook. Dit staat namelijk ook voor roddels. En die slang kan ook roddelen en, en lispelen. Um, dus de plannen waren niet helemaal uh, goed gefundeerd waar je mee te maken hebt gehad. Die plannen die je wilde maken, klopten niet. Wat, he, of er klopte iets niet mee, of het omveld klopte niet, daar had je mee te maken. En Bekers 9 laat zien dat het eigenlijk allemaal heel erg goed is. Helemaal tevreden ben je nog niet. Terwijl de ster erbij ligt, dus eigenlijk ligt hier nieuwe kansen, dromen, wensen die uit kunnen komen, emoties. Zes is eigenlijk succes. Je kan dus heel veel succes hebben. En ja, op de een of andere manier zit je daar met die armen over elkaar. En negen laat zien, munten of bekers negen. Het gaat alleen nog maar beter worden hierna. Dus die ster schijnt ook niet voor niets, Waterman. En uh, ja, kijk eens even wat dat voor jou betekent. Want wat zie ik hier liggen? Ridder van Bekers. Uh, huiselijk geluk. De zon die erop schijnt. Wel even bijkomen. Misschien ook van die teleurstelling nog. Want als ik hier kijk, we gaan ze er even bij halen. <tus> nou, de zon op het huis. Hoe positief wil je het hebben? Bezieling, nieuwe kans, financiële kans ook, hè, want het is aarde. Bezieling, huiselijk geluk, heer des huizes, maar ook je emotionele veiligheid. Dat is even één ding van het verhaal. Dan heb ik het volgende voor jou: oké, okay. <tiedert> minnaar komt eraan, hè, bemind worden, beminnen, vergeving. Uh, misschien wel een beetje op je tenen getrapt, hè? dat kan. Hè? Daar, daar kun je mee te maken hebben. Maar een beker wordt jou aangereikt, liefde wordt jou verklaard, op wat voor manier dan ook. Hè? Dus dan wordt jou iets aangeboden. Dan gaat het gekruist hiermee. Ik denk dat jij door deze situatie even moest bijkomen, gespiegeld moest worden. Hè, dat kerkraam daar, die, die laat je ook eventjes uh, dingen vanuit een ander verhaal zien. Een zwaard licht plat. En dat heeft ermee te maken. jij moet even tot rust komen. Uh, waarschijnlijk ook om dingen opnieuw te kunnen gaan bekijken. Terwijl ja, die zon laat ook echt weer die nieuwe kansen zien. Op het inzicht, op het hoofd, Munte 10. Dat is wat je wil. Je wilt goed hebben, je wil alles hebben. Uh, alle materiële zaken zijn heel erg belangrijk en alle aardse zaken, dus de overvloed, het bourgondische leven, familieleven. Je wil alles op orde hebben en dat gaat gepaard met vissen. Dus geld is heel erg belangrijk voor je. Dat zit heel erg in je hoofd. Jij wil dat dingen gaan stromen, maar daarvoor, dat is ook de volgende stap, moet je keuzes gaan maken, waterman. Um... Even kijken, de ster, nou eerst die slangtransformatie, maar ook even iets wat niet helemaal zuiver was. Dan de ster met het huis, huiselijk geluk waar de zon op schijnt. Dan de vissen, dus dat gaat stromen als je wil. Uh, je draagt nog een bepaalde last met je mee. En je moet beslissingen nemen. Nou, dit is ook wel echt een beetje een watermannen-energie. Sowieso lucht, vrouwelijke energie, dus wel de zorgzaamheid, de warmte van een vrouw. Maar een dame met een waterteken of luchtteken is emotioneel, lijkt emotioneel wat afstandelijker. Die is wat rationeler. Ze kijkt door emoties heen. Nou, en dan de, 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 het zwaard wat ze in handen heeft waar ze een beslissing mee gaat maken. Rechtvaardigheid ook. Maar ook het kruis, einde van iets wat geweest is. Oud karma, een last wat je met je meegedragen hebt. En een nieuw geloof in, in iets. Dus dat is heel mooi. Ja, en dit zijn de kaarten hoe jij eigenlijk naar je hele situatie kijkt, wat je je afvraagt. De duivel, ja, kijk eens naar waarheid. Dat is heel belangrijk. Er zit de elf bij, dus de roede, strijd, innerlijke strijd, maar ook iets meester worden. Um, ben je wel in waarheid met jezelf? Is het zelfmisleiding? Ben je misleid? Dat is even de vraag. Want je kijkt vanuit de energie van de duivel naar je eigen situatie, geketend zijn. Uh, je niet vrij willen maken, niet vrij kunnen maken. Die ketens kun je zo van je hoofd halen. Dus dat is het niet. Het gaat hier ook om waarheid. Durf jij in waarheid naar je situatie te kijken? Of was een situatie naar jou niet in waarheid, of een persoon? Er is wat strijd, daar moet je even doorheen. Het zit gewoon in je hoofd. En. en, en... Uh, ja, ik zou zeggen, let even op die kaart, zodat je die zon weer kan gaan laten schijnen. Ja, en waar word je door beïnvloed? Dan krijg je toch bekers 5 met de boom. De chi, de levensenergie. Hier ben je nog heel erg gefocust op wat iets niet is. En dit zijn de bekers die rechtop staan, waar je nog wel iets mee kan. Je bent beschermd. En je bent maar gefocust op hetgeen dat het niet is. En het is belangrijk dat je je omgaat draaien. Zodat je verder kan. Zodat je je verleden achter je kan laten. He, zodat je de situatie achter je kunt laten. De boom is de chi, de levensenergie. Als je hierop blijft focussen, dan dat zuigt je helemaal leeg. Dus ga jezelf weer opladen om de hele boel weer in balans te krijgen. Het gaat hier ook over emoties. Maar vooral ook om je energie. En vooral de chi, de levensenergie. Zodat je weer Verankerd als die boom kan staan. Paasje van munten. Ja, positief nieuws wat, uh, over geld wat onderweg is. Het anker. Dit wil je ook heel graag. Hier heb je ook het. Je bent echt wel met materiële zaken bezig. Hier ook weer. Maar ook geld wat, je, wat naar je toe kan komen. Wat je ook eigenlijk heel erg wenst. Verankerd zijn. Hoop hebben. Je wil ook echt letterlijk hoop hebben. Je wil financieel vooruit, maar dat betekent ook dat je bereid moet zijn om te leren, om te laten groeien, om, om, om jezelf te onderwijzen of wat dan ook. Hè. Um, ja, en je zit eigenlijk op positief financieel nieuws te wachten. Je bent ook bang. Um, maar eigenlijk ligt daar de klaveren al. Dus dat ligt heel erg goed. En dit is het einddoel. En ik ben daar heel blij mee. En waarom? Deze kaart: het ligt altijd aan de positie: zwaarde 8. Geblinddoekt en gebonden. Zwaarden staan allemaal recht op om je heen. Je wil eigenlijk iets niet zien. Je wilde iets niet zien. Je wilde iets niet voelen. Je wilde iets niet weten. Doordat uh, hij op de eindpositie ligt, laat het eigenlijk zien, ja, maar je hebt het nu door. Je hebt die blinddoek, ga je afrukken. Die bandages. Dan krijg je ook je geluk. Het geluk komt gewoon heen toe. Zelfs het financiële geluk. Dus ja, het is misschien een breek wat ik je geef. Ik kan daar ook niet meer van maken. Hè? Maar dit is wel wat ik zie. Um, en uh, het is natuurlijk aan jezelf wat je er wel of niet mee gaat doen. Misschien heb je zoiets van: Nou, ik zou persoonlijk wel eens even wat meer inzicht willen hebben voor mezelf. Het resoneert heel erg. Nou, dan kun je natuurlijk altijd eens even kijken op www.mediamirijen.nl voor een uh, ja, persoonlijk consult met mij in de praktijk of een telefonisch consult. En een halfjaarreading, een kwartaalreading. Jaarreadingen staan echt even uit in verband met de wachtlijst. Die wordt anders veel te lang. En ja, voor een direct telefonisch consult kun je natuurlijk gelijk naar www.puremedien.nl. dan hoef je geen afspraak te maken. Uh, kijk gewoon even. Alle informatie en linkjes staan onderaan deze video. Kun je op klikken en dan uh, word je vanzelf geleid. We gaan eens even met de kleurkaart kijken. Wat de uh, Kleurkaarten jou te vertellen hebben en nog even tussen neus en lippen door. Um, er zijn nieuwe data's uh, weer bekend voor de Lenneman Online Training. Er staat ook een uitlegvideo op uh, deze op dit kanaal. En ook uh, de linkjes staan in de video onderaan deze hè, in de beschrijving onderaan deze video. Welke kleuren heb ik voor jouw regenboog? Verbind je met de veeën van de natuur? Nou, verbind je vooral met de kleuren van de natuur. Ga eens weer terug naar de natuur. Ga de natuur weer eens voelen. En dat gaat dan samen met citroen: toegang tot vernieuwend denken. Nou, als iets uh, voor jou uh, weggelegd is, is het als waterman vernieuwend denken. Helemaal jouw ding. Daarna heb ik nog een leuke tip voor jou, denk ik, en misschien moet je het eens proberen, want je denkt: wat zit ze toch altijd met die kleuren te zeuren? Nou, zorg eens dat je edelstenen hebt, of bloemen, of planten, of kaarsen. In ieder geval, kijk eens even wat je met die kleuren kan en probeer dan eens even een moment voor jezelf te maken en hou die kleuren eens even in je handen. Sluit eens even je ogen en laat het eens een paar minuten gewoon. Tot je, uh, tot je komen. Ga eens voelen wat die kleuren nou inwendig met jou doen. Wat die fysiek met jou doen. Neem even een slok water. Dan ben ik wel heel benieuwd wat dat met je doet. En dan ga je ook begrijpen waarom ik altijd een beetje met die kleuren zit te duwen. Want ik wil jouw energie en jouw proces een beetje ondersteund krijgen. We gaan eens even een liefdes-orakelkaart voor jou pakken. En daar gaan we. Zo, ze zijn wild. Ik weet niet wat je van plan bent, waterman. Maar, uh, oké, okay, daar gaan we. Kosmische timing. Op, het, op de juiste tijd zul je het weten. Heb er vertrouwen in dat alles goed komt. Diep in je hart weet je het antwoord al. Doe wat je voelt dat goed is. Manifestatie. Je dromen zullen verwezenlijkt worden. Alsjeblieft, Waterman. Ik hoop dat ik jou met deze reading weer heel veel inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook heel veel inspiratie heb mogen geven. Laat me even weten wat je van de video vond. Gooi nog even je duim omhoog. Ben je geen abonnee, hieronder uh, even op dat knopje klikken. En wil je kans maken op dat belconsult van www.puurmedium.nl Laat het even weten in een reactie. En als je de video wilt delen, is dat natuurlijk helemaal top. Want delen is vermenigvuldigen. Voor nu wens ik jou een hele mooie uh, maartmaand. Met de lente in aantocht. Geniet van al het moois. En uh, ja, ik wens je gewoon heel veel inspiratie. En ik zou zeggen: tot de volgende. Doei doei.